Ja, goed. Eigenlijk kan ik op heel veel aansluiten wat Arjen en Violet gezegd hebben. Goed, wat ik ga vertellen zijn eigenlijk gewoon een aantal lessen die ik geleerd heb uit zelf 10 jaar kennisnetwerken beheren. Ooit is dat begonnen met het Archiefforum in 2004. Heel kort schetsen, dat is ooit begonnen als initiatief vanuit een aantal studenten van de opleiding Archivistiek aan de VUB. Dat is dan later uitgegroeid naar een iets breder netwerk van alumni. En dan later is het echt ook een breed kennisnetwerk voor archivarissen in Vlaanderen geworden. En iets later, een beetje parallel daarmee, hadden we met een aantal mensen contact, ook met een aantal Nederlandse collega's. En daar is toen in 2008 Archief 2.0, 2007, 2008, Archief 2.0, de Nederlands-Vlaamse community uitgegroeid. En die community is uiteindelijk in 2018 ingekanteld in KIA. Bij het einde van Archief 2.0 hebben we met een aantal mensen een aantal conclusies of lessen uitgeschreven. We hebben die dan ook bezorgd aan de mensen van KIA. En ik ben heel blij te zien dat er uit heel veel lessen iets geleerd is geweest. Want eigenlijk van de 5 lessen die ik ga overlopen, zijn er eigenlijk al 4, om niet te zeggen, eigenlijk zijn bijna 5 geïmplementeerd geweest. Dus dat is eigenlijk een zeer goede zaak. Als ik spreek over we, trouwens, we, dat is een aantal mensen, zowel Nederlanders als Vlamingen. Het is niet zinvol, dat is een lijst van 10 mensen om die allemaal op te noemen hier. En eigenlijk zijn die lessen al een beetje gedateerd, want ze zijn op zich al 4 jaar oud. Maar Sophie Ruysterveld van Archiefpunt vond die blijkbaar toch nog nuttig om die toch nog eens te herhalen of toch nog eens te benoemen. Ja, zo. Mijn eerste les, of de eerste les die we genoteerd hadden, was creëren safe space zonder een silo te worden. Wat bedoelen we daarmee? Is dat, ja, we hebben geleerd dat ja, mensen en toch zeker archivarissen, we zijn precies er als apart, toch een voorkeur hebben voor besloten communities. Een soort eigenlijk van ja, zelfhulpgroep of safe space, of noem het hoe je het wilt, waar je onder vakgenoten problemen en uitdagingen kunt bespreken zonder de priemende ogen van een diensthoofd of een directeur, die niet altijd even gelukkig is dat er een aantal interne problemen worden online gediscussieerd. En hoewel de 2 communities waar ik ooit moderator van was, aanvankelijk altijd publiek waren, hebben status op vraag van de gebruikers afgesloten groepen gecreëerd. Ja, dat was eigenlijk bleek toch altijd een grote noodzaak. En dat bleek eigenlijk in de praktijk, omdat in die groepen meestal meer diepgaande gesprekken en inzichten werden, diepgaande gesprekken gevoerd en inzichten gedeeld werden. En dat was een stuk dynamischer onder de publieke groepen. In die mate zelfs dat er eigenlijk gewoon nauwelijks, eigenlijk soms nauwelijks discussie in de publieke groepen overbleef. Al discussie verhuizen van de publieke groepen naar de meer private groepen. En ja, dat heeft dan ook ervoor gezorgd dat op bepaalde momenten soms nieuwe mensen gewoon afgeschrikt waren door die afgesloten groepen. Nog problematischer eigenlijk zelfs was dat die groepen, die we opgedeeld hadden per thema, zoals eigenlijk ook bij KIA het geval is, evolueerden naar echt inhoudelijke silo's waar er gewoon mensen met rond een specifiek thema alleen maar met dat thema bezig waren en er weinig kruisbestuiving was tussen. Ik zeg maar iets, mensen die bezig waren met publiekswerking, of mensen met digitaal depot, of mensen met gewoon praktische beschrijving. Dat er daar weinig wisselwerking tussen was en mensen echt in hun eigen silo's bezig waren. Een tweede die we hadden is werk multimodaal en werk samen. Dat heeft eigenlijk Kia van meet af aan gedaan, zie ik. Dus omdat naast het online platform ook workshops en studiedagen organiseren. Afhankelijk hadden die bij ons een beetje als bedoeling of als opzet dat we een gezicht konden plakken op het digitaal profiel en de contacten tussen de leden van de communities een beetje te intensiveren. Wat er vervolgde eigenlijk ook gewoon de versterking van die 2 werkvormen. De online gesprekken verliepen gewoon vlotter, omdat de deelnemers elkaar beter kenden. Maar anderzijds werd er ook opener gecommuniceerd, omdat er een groter vertrouwen werd gecreëerd doordat mensen zich elkaar al een keer gezien hadden. Die fysieke bijeenkomsten waren dan ook eigenlijk gewoon meer een verlengstuk van de online discussies, omdat de deelnemers meestal ook al een gedeeld startpunt hebben van de discussie. We hebben die fysieke bijeenkomst, en ik denk dat het bij KIA nog altijd het geval is, ook vaak wel heel bewust kleinschalig gehouden. Niet echt grote, brede
studiedagen ervan gemaakt, maar bewust kleinschaal van de mensen die ook in de online community over een bepaald onderwerp aan het discussiëren waren, om die ook fysiek te gaan samenbrengen en die daar niet meteen een bredere studiedag van te maken. Vanuit die communities hebben we dat in de tijd helemaal zelfstandig opgezet. Dat was in de tijd een beetje uit rebelsheid, om ook een beetje tegen in de tijd tegen de schenen te schoppen van de gevestigde organisaties op dat moment. Dat was in concurrentie met de rest van het veld. Maar uiteindelijk hebben we snel gemerkt dat het beter werd om gewoon samen te werken. En dat heeft Kia, of hebben wij met Archief 2.0, heeft Kia ook gedaan, met alle partners in Nederland, of alle relevante organisaties in Nederland te gaan samenwerken. Wat uiteindelijk ook geleid heeft tot de inkanteling van Archief 2.0 in Kia. En mocht er in Vlaanderen ooit de ambitie zijn om ook nog een toekomst, om ook een professioneel kennisdelingsplatform op te richten, dan zou ik er gewoon ook voor pleiten om van meet af aan alle spelers te betrekken. En niet een aantal spelers, maar alle spelers die ergens een bepaalde rol kunnen spelen. Alle belangenbehartigers, groepsorganisaties, steunpunten, landelijk en regionaal overlegorganen. We hebben in Vlaanderen heel veel spelers die niet altijd met elkaar communiceren. En ik denk dat een dergelijk platform wel een als noodzaak geeft dat alle spelers erin samenwerken. Want het is zinloos dat er verschillende platformen naast elkaar bestaan, wat eigenlijk ook vandaag al het geval is. Tom, 5 minuten gaan heel snel vooruit, hoor. Je hebt er nog 2 maximum. Ja. Maar goed, ik ga er een vaart in zetten. Probeer al zo snel te praten. goed, wat modereer by example. Dus ik denk dat iedereen, zeker het belang dat ziet van actieve moderaties en communicatiemanagement. Nu is mijn ervaring dat in veel communities dat vaak eerder tekstboekmoderatie is. Eerder dan actieve betrokkenheid. Dat heeft Kia heel goed ondervangen door de aanjagers echt uit het veld te halen en niet professionele community managers aan te werven. Want om mensen eigenlijk hun kennis en ervaring te laten delen, moet je deel je best ook zelf je eigen kennis, je eigen uitdaging, je eigen probleem en je eigen oplossingen. Dus het beste is echt mensen in het veld te hebben. Ik ga nu echt heel snel vooruit gaan. Cureer de kennis en zet openbaar. Goed, en dat is een heel belangrijke. En dat heeft ook Kia goed gedaan met de kennisindex. Dat is wel een nieuwe violet, want die kende ik nog niet. Maar een kennisnetwerk op kruissnelheid eigenlijk vormen de talloze discussies en gesprekken een uitgebreide bron van informatie. Alleen zit die informatie vaak opgesloten, tussen aanhalingstekens, en discussies en reacties die vaak al ondersteund raken onder nieuwe discussies en reacties. Daarom hebben wij de tijd besloten om een wiki op te maken met een overzicht van de belangrijkste tips en advies op de meest relevante. En die taak is opnieuw te delen wanneer dat ervan bleek. Dat was eigenlijk een interne wiki die echt enkel voor ons beschikbaar was. We hadden toen de ambitie om die publiek te zetten, maar uiteindelijk is dat er niet van gekomen. Maar met de kennisindex bij Kia is dat blijkbaar nu wel het geval. Ik ben wel benieuwd of dat ook zoveel tijdsinvestering werd, Violet, als wij er in de tijd in staken. Dat was echt dagelijks een uitgebreid werk. En dan mijn laatste, geduld is een schone deugd. Dat geldt voor alles natuurlijk. Maar zeker om een kennisnetwerk te laten groeien, dat is niet op 1, 2, 3. Een kennisnetwerk te laten groeien, dat is echt een werk van jaren. Kia bestaat nu 4 jaar, bijna 5 jaar. En dat is... Dat was in de eerste jaren ook zeer moeilijk. En de eerste jaren zijn, voor zover ik weet, ook zeer moeilijk om te groeien. Dat was bij ons ook. En zoals Arjen, denk ik, gezegd heeft, is dat het vecht een mindshift bij mensen om kennis te gaan delen. Kennisdeling is... Het lijkt heel... voor heel veel voor mijzelf lijkt dat heel evident om dat te gaan doen, maar voor heel veel mensen is dat een grote stap. En dat vergt echt een, heel veel inzet, heel veel tijd... ook geld. En dat levert niet in het eerste jaar, ook niet in het tweede jaar, is een resultaat nog. Dat is pas na een aantal jaar dat echt iets oplevert. En vandaar mijn uitspraak of mijn conclusie: geduld is een schone deugd. Voilà. Bij deze, ik heb het proberen echt in 5 minuten gebald te krijgen. Normaal zien we dat al in een half uur, maar okay. Ik heb het in 5 minuutjes te doen. Je hebt het fantastisch goed gedaan, Tom. Dankjewel.